Dit is Flevoland van zaterdag 21 mei. Voor fietsliefhebbers is er sinds kort een heus mountainbikepark plus camping in Band. Bas van Baren en Els Haartsen stoppen met hun boerenbedrijf en gaan zich volledig richten op het mountainbikeparcours en de camping. Nou, mijn oudste zoon die ging mee fietsen met een vriend van hem. En zodoende ging mijn vriend ook een mountainbike kopen en die is gaan fietsen en er sloten steeds meer kinderen erbij aan. En zodoende zijn we met die mensen uit het dorp een mountainbike route gaan aanleggen bij Band. En toen dachten we, wat kunnen we nog meer doen om die mountainbike route mooi te maken? En zo kwamen we uiteindelijk op dit idee van een bikepark. Inmiddels ligt er met hulp en subsidie van de gemeente een heus mountainbike parcours van ruim 2 kilometer. En wordt er gedroomd over uitbreiding van het parcours. Bas en Els willen graag dat hun boerderij een ontmoetingsplaats wordt voor liefhebbers van mountainbiken en kamperen. Eigenlijk gooi je samen met je man het roer om, hè? Want jullie hebben een koelbedrijf. Hoe is dat gevoel om nu iets heel anders te gaan doen? Goed. Ja, want we zitten al jaren met het koelbedrijf, dat loopt wat minder goed. De markt loopt wat minder en de kwaliteit van de wortels wordt minder. Dus we zijn heel blij met deze nieuwe wending. En het lijkt me ook ontzettend gezellig. Ook heeft het stel nog een andere missie. Het lijkt mij heel erg leuk om gewoon de jeugd uit de stoel te krijgen. En ik heb al contacten, ook eergisteren werd ik nog gebeld door alle kids, BSO, hier in de buurt. Ze zeiden van, kan je niet wat clinics geven? Nou, dat soort dingen, dat lijkt mij fantastisch om te organiseren en daar wil ik ze bij helpen. Ja, zo snel mogelijk. Jille, wat vind je van deze mountainbikeplek? Leuk. Heel erg leuk, want ik moet op elke zaterdag hierheen kom ik te fietsen met drie kinderen uit mijn klas. Leuke plek, omdat er en vrienden zijn en ze helpen je veel. Camping Viderels gaat op 1 juni officieel open. Nu al zijn er een aantal vrienden aan het kamperen en de reacties zijn volgens Bas en Els positief. Iedereen vindt het heel erg leuk. Er is ook iemand bij die ook veel mountainbiket en die is ook verrast van oh jeetje, wat is dit hier ontzettend grappig geworden. Het mountainbikepark is voor iedereen gratis toegankelijk. In het Kuinerbos in Band wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe zandsculpturenroute. De kunstwerken gaan over 60 jaar gemeente Noordoostpolder en 80 jaar droge voeten. Ja, het is een korte wandelroute, zo'n 2,5 kilometer. Daardoor ook behoorlijk geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien, dat er ontzettend veel gebruik van gemaakt wordt. En zeker op zomerdag in de weekenden is het ontzettend druk hier op deze route. Maar ook van onder een paraplu zijn de 9 sculpturen goed te bewonderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de ketelbrug, het dichten van de dijk en de architectuur in de gemeente. Ja, dat is natuurlijk de Poldertoren, dus in het midden de oude Poldertoren. Aan weerskanten de gemalen, een van Vollenhoven en Van Urk. En hier komen nog de boerderijtypes die hier voorkomen. Dus het veehouderij, het huis aan de stal vast. En de landbouw, zo'n prefab betonschuur met de voor los de woning. Dat is dus zeg maar een beetje de typerende bouwwerken die hier in Noordoostpolder voorkomen. 4 kunstenaars zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het klaarmaken van de route. Aan ieder kunstwerk wordt ongeveer 4 dagen gewerkt met flinke uitdagingen. Soms hele kleine details en de compositie zeg maar. Want het is maar eigenlijk zijn hele kleine miniatuurtjes, een beetje kijkdozen, daar komt het om neer. Dus daarin is het wel eens af en toe zo van hoe zet ik waar neer. De kunstwerken zijn bijna af. Vanaf volgend weekend kan je net als de boswachter bepalen wat jouw favoriet is. Mijn favoriet is eigenlijk wel de bosdieren die hier voorkomen. En ik als boswachter, daar ligt mijn hart. Matteo Boksem uit Emmeloord gaat een nieuwe stap zetten in zijn nog prille carrière. Het 12-jarige damtalent gaat vertrekken bij zijn club Damkring Emmeloord. Hij gaat spelen voor Heiken DTC in Drenthe. Dat is een club die speelt in de ereklasse. Dus dat kun je een beetje vergelijken met de eredivisie bij voetbal. Dus dat is echt het hoogste van het land. En die club die maakt ook wel kans om echt goed te scoren. Nou, ik denk dat het een hele goede stap voor hem is. Want hij is nu 12 en hij is bij ons zachtjes aan de sterkste. En hij moet meer weerstand hebben. Dus het is goed dat hij naar Heiken gaat. Want Heiken dampt de eredivisie.
divisie met voetbal, Eredivisie en dammen. Dus op allerhoogste niveau. En daar ontwikkelt hij zich veel beter als bij ons. Misschien dat ik wel gewoon heel veel verlies in de Eredivisie, maar daar leer ik telkens weer van. En dan, dan kan ik weer gewoon mijn spel verbeteren en dan word ik steeds beter. Matteo heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de beste spelers van Damkring Emmeloord. Het afscheid gaat wel een beetje pijn doen. Toch wel. Want het is toch wel de club waar ik een aantal jaar bij heb gespeeld. En ik ken ook alle mensen. Het is ook altijd wel gezellig. En, dus het is wel een grote stap. Maar ik ken bij Heiken DTC ken ik ook wel wat mensen. Dus dat is prima. En een van die mensen die hij al kent bij zijn nieuwe club is niet de minste. Het is de huidige wereldkampioen. Roel Boomstra die is wereldkampioen geworden in februari. Dus dat is wel leuk dat hij er ook dan speelt. En ga je, denk je, veel met hem optrekken ook? Ik denk het wel, ja. Ja, dat als ik ook met hem een beetje kan analyseren na de partij, dat zou fijn zijn, ja. Want wat denk je van hem te kunnen leren? Hij kan me echt wel, bijvoorbeeld ook spelsystemen kan hij mij uitleggen en met mij analyseren. Daar leer ik heel veel van. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat jij op termijn wellicht ook zo goed wordt als Roel Boomstra. Als ik mij blijf ontwikkelen wel, ja. Zou wel leuk zijn. Golfclub Almere Hout is de laatste tijd hard aan het werk gegaan om meer jeugdleden op golf te krijgen. En dat is gelukt, want de jeugdafdeling groeide in rap tempo. Deze club is wel redelijk aan het verouderen. Hè? Dus de gemiddelde leeftijd is rond de 68. Dus je zult proberen om met name grootouders en ouders bereid te vinden om die kinderen hier lid te maken. En dan hebben we natuurlijk een fantastisch jeugdprogramma klaarstaan met heel veel activiteit. Oh ja hoor, en hartstikke goed bij, dicht bij de vlag. Het gaat vooral om bezig zijn. Sportief bezig zijn en dat bieden we niet alleen met golven aan, maar we gaan ook bijvoorbeeld hockeyen of overgooien of springen of klimmen, klauteren, fitness. Als je maar sportief bezig bent. En dat maakt het geheel gewoon zo belangrijk, want de kinderen zijn gewoon te weinig eigenlijk aan het sporten. En doordat wij een heel gevarieerd programma aanbieden, worden ze gewoon in het algemeen bewegen ook gewoon beter. Je moet natuurlijk als jeugdbestuur wel een meerjarenplan maken. Dus je moet wel een visie hebben. Je hebt een korte termijn visie van een jaar, wat wil ik bereiken. Maar ook een lange termijn visie, daar horen heel veel elementen bij. Dus wil je bijvoorbeeld competitief of creatief? Nou, dat beide wil je eigenlijk faciliteren. Dus je wilt zowel een heel goed competitieteam hebben met jeugd. Maar je wilt ook de jeugd die niet noodzakelijkwijs heel veel talent hebben ook faciliteren. Nou, dat is in elkaar gezet in een plan dat samen met bestuur opgezet is. Het aantal jeugdleden in Almere groeide van 50 naar 100 leden. En de club heeft de ruimte om verder te groeien. Door vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen. En zo kruisbestuiving. We hebben niet echt heel veel advertenties geplaatst. Maar we hebben gewoon lekker een leuk actief programma neergezet. En zo is die olievlek eigenlijk rustig uitgegaan. Uitgerold. En zijn er andere kinderen meekomen kijken en blijven hangen. En waarschijnlijk blijven hangen omdat het zo gezellig is. Koploper ASV Dronten stond vanmiddag tegenover Owios uit Oldebroek, de nummer 8 van de tweede klasse G. En de ploeg van trainer Patrick Postema wil in het jaar waarin de club 60 jaar bestaat niets liever dan het kampioenschap. En de ploeg heeft met nog 3 duels te gaan en met 3 punten voorsprong op de concurrentie alle touwtjes daarvoor in handen. Maar de tegenstander uit Oldebroek bleek vanmiddag een stugge tegenstander. Na 10 minuten test Jody de Boer de kwaliteiten van OWIO's doelman Harold Pontstein. Even later dan de voorzet van Sjan Stennekes. En dan is Jordi Scholz dichtbij de openingstreffer. En zo zijn de intenties van de thuisploeg duidelijk. OWIO's heeft zich al veilig gespeeld en kon dus vrij uit voetballen. En zo nu en dan deelde de ploeg een speeldeprikje uit, zoals hier. Via Hendrik Uitslag. Dan zitten we in de laatste seconde van de eerste helft. Met de vrije trap van Jordi Scholz. De scrimmage voor het doel. En de kopbal van Yannick Leichtenberg zet de Drontenaren op voorsprong. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg gaat rusten met een zwaar bevochten 1-0 voorsprong. Natuurlijk een heerlijk moment om te scoren. In de tweede helft is het wedstrijdbeeld ongewijzigd. ASV Dronten zoekt de aanval en OWIO's probeert dit te ontregelen. Hier was Scholz dichtbij een treffer. Even later deze aanval van de thuisploeg.
Meulens. Rihairo Meulens gaat de 1-2 aan met Scholz en wordt dan onderuit geschoffeld. En dus een strafschop. En de gele kaart is voor de boosdoener Arjan Boon. En Scholz moet dan het vonnis voltrekken. Maar het lukt hem niet om de trekker over te halen. Veel te slap ingeschoten. En dus blijft het maar bij die magere 1-0 voorsprong. En hier is hij opnieuw aan de bal. Scholz. En is een aardige poging. Maar het lukt hem vooralsnog niet om zijn fout goed te maken. En dus blijft ASV Dronten op jacht naar die tweede treffer. Meulens. Mooi hakje. En dan heeft hij plotseling veel ruimte. Hij legt de bal panklaar voor Jordi Scholz. En zo is daar dan toch die tweede treffer van de thuisploeg. Van 11 meter lukt het Scholz niet, maar wel van 12. Met nog 5 minuutjes te spelen deze inworp. En de grote kans voor Scholz. En dan is gelukkig Kevin van der Vlag in de buurt om het klusje alsnog af te maken. ASV Dronten wint met 3-0 van het stugge OWOS en blijft met nog 2 duels te spelen op kampioenskoers. Maar makkelijk ging het zeker niet. Nee, dat was het zeker niet. Het moest echt uit onderste van de tenen komen om hier 3 punten te houden. Dus het was vooral vechtvoetbal. Maar goed, deze vechtmachine heeft al vaker laten zien dat hij onoverwinnelijk is. Ja, vandaag gelukkig weer.